Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Wat een goed idee voor jou, zeg, buiten. Ja. Ik zit te blauwwekken hier. Maar we gaan het gewoon doen. En ik heb een extra jas voor je bij, hè? Ja. Daar zouden we het niet over hebben. Nee, dat doet tekort aan jouw mannelijkheid, hè? Nou, we zitten hier met Sander van Pasen, de Peak Performance Coach. Sinds 2013 doe je dat al. Ja. Je hebt dit jaar een boek geschreven, of tenminste uitgebracht. Ik weet niet wanneer je begonnen bent met schrijven, maar... Ja, wanneer ben ik daarmee begonnen? Het vorig leven. Jaar, eind vorig jaar, ja. Het leven. Dat is van topsport. Dat is van topsport, ja. En je bent ook nog commentator bij Eurosport. Ja. Met fietsen, neem ik aan. Ja, veldrijden, cyclocross. Ja, dat is mijn ding, dus daar ben ik commentator, ja. Kijk eens aan. Dus dan kom je altijd fietsen thuis als je aan het fietsen bent geweest. Ja, gisteren zag ik er weer heel modderig uit. Oké. Nou, zo zag je huis er niet uit, dus dat viel mee. Nee, gelukkig, hè? Ja. Ja, wel fijn dat je zo'n mooi huis hebt en wij hier buiten in de kou zitten. Ja, dat is, ja. Maar ja, ik zeg altijd, weet je, ik word hier blij van. Ik word hier meer blij van, Dries, dan gewoon in een saai suf huis zitten wat iedereen heeft. En hier zit je in midden in de natuur. Ja. Ik bedoel, dit had je niet willen missen. Nee, zeker niet. En ik hoop dat de zon wel wat eerder doorkomt, dat we ietsje opgewarmd worden. Ja. Maar dat merken we zo wel. Ja. Ik vind het hier wel leuk. En leuk, want jij neemt hier ook veel je eigen podcast op. Ja. Dus hier heb je ook nog een eigen podcast. Ja, en ik ga ook altijd met mijn klanten ga ik naar buiten toe. Dus ik geloof er ook gewoon echt in dat bewegen doet bewegen. En buiten zijn doen we gewoon veel te weinig. Dat is de reden waarom we hier ook zitten. En dat is ook de reden waarom jij waarschijnlijk niet zo goed tegen de kou kan. Nou, ik kan er wel tegen volgens mij. Want ik loop graag op het strand ook. En het liefst zo... weet je, in de zomer zie je mij niet op het strand, maar in de winter wel. Mm-hmm. Dan vind ik het echt heerlijk. Dan geniet ik er ook echt van. Ja. Als ik gewoon met de snotneus thuis kom. Ja, met de snotneus thuis kom. Maar misschien heb je die dadelijk ook. Ja, dat, volgens mij heb ik die nu al. daarnaast ben je nog spreker. Ja. Een boerendochter. Ja, vooral dat. Een koffielover. En wat heb ik hier nou staan? Een marathonfinisher. Een marathonfinisher. Ja, jij zal denken, wat is dat nou weer? Nou, iemand die de marathon uitloopt. Ja, maar ik heb ook een marathon. Ik hou van fietsen, veldrijden, mountainbiken. En je hebt ook mountainbike marathons. En ik heb de Cape Epic en een aantal grote mountainbike marathons gefinished. Dus, hoeveel kilometer is dat dan? Nou, het gaat meestal ook over dagen. Dus de Cape Epic is 10 dagen. En iedere dag zit je zo'n 6 tot 8 uur op de fiets. Dus dat is best wel pittig. Zo dan. Ja. Dat is net de Tour de France dan, of niet? Een soort van, ja. Heb je die ook gewonnen? Nee. Een etappe? De Tour de France? Nee, ik zag iets van iets de femme puntje. Ja, het helemaal goed. Nou, dat is lang geleden. Maar die schrijf ik niet onder mijn hoogtepunt. Maar ik heb wel wat van... Tour de femme zag ik. Ja, ik heb volgens mij in Tsjechië op een wedstrijd gewonnen. Maar ja, je ziet het, hè. Dat vond ik niet zo heel belangrijk. Want ik weet het al niet eens meer. Oké, maar was dat dan wel een onderdeel van de Tour de France? Nee, niet de Tour de France, andere Tour. Maar omdat het, omdat het helemaal in zijn Frans uitgesproken. Ja, dat zal wel, ja. Oké, niet spannend dus. Nee. Dus die etappe misschien Tour wel spannend, maar voor mij nu niet meer. Hey, en winnaar UCI Cyclo Cross World Cup, oftewel veldrijden, wereldkampioen, toch? Ja, wereldbekerklassementwinnares is dat. Oh, ja. Dus, oké. Ja. Dat is nog iets heftiger eigenlijk. Ja, dat betekent heb ik toen het hele seizoen. Ja, dat klopt. Dat heb ik dus toen nooit zo gezien. Maar dat is inderdaad wel, over het seizoen ben ik de meest constante renster geweest. En klopt nou, heb ik dat nou goed of fout dat je dat 2 keer geweest bent? Nee, 1 keer. Okay. Ik heb 1 keer gewonnen en 1 keer tweede of derde geworden. Okay. Ja. In totaal heb je 27 overwinningen. Zo, Dries, je hebt ze goed gelezen. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Weet je hoeveel boeken ik heb verkocht? Ja. Wel dat je 18 weken op de nummer 1 positie managementboeken hebt staan. Nou, je bent wel echt heel goed voorbereid. Ja, het is hier 2 uur naartoe rijden om hier in zo'n klotenbos te zitten. Hey. Dus ik heb ook je podcast even geluisterd. Deze krijgen we er niet meer uit, jongens. Dat Dries vindt het hier koud. Ja, behoorlijk koud. Dag meneer. Hoi. Ja. Hey, voordat we het gesprek gaan beginnen... Je hebt ook nog eventueel een cadeautje voor ons luisteraars. Ja.
Want je hebt dat boek geschreven. Ik heb dat boek geschreven en die wil jij natuurlijk. Zeker. Als je nu zit te luisteren, of misschien denk je nu nog, wat gaat dat boek me opleveren? Maar vooral in deze tijd, mijn boek heet Het leven, dat is pas topsport. En ja, volgens mij is dat vooral in deze huidige tijd ook wel een beetje. Dus mij lijkt het heel waardevol om aan een van de kijkers het boek weg te geven. Oké, maar dan moet hij wel gesigneerd zijn. Vooruit. Met een mooie handtekening. Gaan we voor. Toch? Want als je de Wereldcup titel hebt gewonnen en 27 overwinningen, dan ben je wel iemand. Ja. Klopt. We gaan nog niet zeggen hoe je dat kan winnen. Dan moet je maar even naar het einde van de podcast luisteren. Oeh, wat spannend. Ja, cliffhanger. Ja, toch? Leuk. Hey, wat is het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan? En dan niet zakelijk, want ondernemers praten graag over wat ze gelijk hebben. Ja. Ik heb gisteren wel een heel speciale dag gehad. En waarom? Ik wilde al langere tijd kippen. ik ben een boerendochter en mijn zusje had kippen. En ik zei, ze had net een nest met, of nest, ik weet niet of dat het een nest noemt, maar jonge kuikentjes. En die waren ondertussen wat ouder en ik had gevraagd aan haar van, joh, heb je die nog? Ja, die heb ik nog. Ik zei, dan ga ik eens even kijken of de welkoop open is, want dan ga ik een hok halen. Ik zei, of doe jij je eigen hok ook weg? Nee, dat doe ik denk ik niet. Dus ze had opgehangen, toen belde ze eigenlijk meteen op, jawel joh, neem mijn hok maar over. Dus ik heb gisteren kippen gehaald. Dus dat was eigenlijk wel een van het leukste. En sowieso was het een geweldig weekend. En ik heb een opleiding, ben ik mee bezig. En ik had vrijdag en zaterdag opleidingsdagen. En dat was wel heel erg tof. Dus ik heb ik ben met familieopstellingen bezig. En dat was zo'n geweldige dag hebben we gehad. Lachen. Wat bedoel je daarmee met familieopstellingen? Nou ja, familieopstellingen, weet je, het is... ik help mensen topprestaties te leveren. En je ziet heel vaak dat we onszelf een bepaalde handrem opdoen. Hè? Dus dat we ons klein houden of ons laten weerhouden. Of dat je altijd misschien onbewust in een patroon van je ouders bent gestapt. Of vanuit je familie. En dat je altijd zegt, ja, ik wil dat nooit doen. Was papa's, mama's, zus en ze zo doen. En nu kom je in zo'n situatie dat je denkt, handel toch in die situatie zo. En met familieopstellingen, iedereen heeft een bepaalde plek in het systeem en gaan we aan de slag van oké, sta je wel op de juiste plek en hoe kan je uiteindelijk die patronen vanuit je familie loslaten? Dus het kan ook zijn dat er heftige dingen zijn gebeurd in je familie die je onbewust meeneemt en hoe je daar als het ware nog meer los kan koppelen tussen haakjes, waardoor je nog meer in je eigen kracht gaat staan zodat je makkelijker je eigen koers gaat bepalen en jezelf ook niet uit het loodje laat slaan. Nou, dat is gewoon super mooi. Kijk, gaaf. En hoe lang duurt die training, opleiding? Dat is meer dan een jaar, ja. Gaaf, ja. Leuk. Ja, dat is wel heel vet. Ja. En wat wil je ermee bereiken? Weet je, het is... Doe even mijn handen in mijn zak, hoor. Prima. Kauwe handen. Wat ik daarmee wil bereiken, weet je, is... Ik zie gewoon, ik begeleid heel veel ondernemers, ambitieuze mensen. En ze komen vaak bij mij van, weet je, mijn motto is zakelijk winnen zonder privé te verliezen. En... dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En ik heb dat in mijn sportcarrière ook gezien. Dat ik een bepaalde patronen stap. Ik had heel erg de mindset, je moet hard werken om iets te bereiken. Ik ben een boerendochter, heb ik vanuit huis uit meegekregen. Maar ik had een enorme bewijsdrang. En ja, daarmee kom je heel ver met dat harde werken. Maar dat is natuurlijk niet de basisingrediënt om duurzaam te winnen. Dus, en met die familieopstellingen, wat ik daarmee wil bereiken, weet je. Ik wil gewoon onbewuste patronen zichtbaar laten worden, zodat je uiteindelijk kan zien van oké, weet je, hoe je nog makkelijker en duurzamer kan gaan winnen. En dat zie je dus wat je hiermee kan gaan doen. Okay. Dus een stukje familieopstellingen, organisatieopstellingen, dat is ook zo. Van welke plek neem je in je organisatie neer of in je bedrijf? Dat is... Welke plek je inneemt. Ja. Gaaf. Ja, want dat zie ik nog wel eens dat... Dan heb ik nog een tip voor je. Nou? Die heb ik ook onlangs een podcast mee opgenomen, Rob van Vieren. Rob van Wiegen? Vliegen. Vliegen. Ja, en doe er een L tussen, dan heb je Rob van Vliegen. Want hij heeft een flight simulator gebouwd. Oh ja? En een flight control room. Uh-huh. En dan kan je met je team, kan je daar zo een soort gaan ze, zitten er een paar op de knoppen te drukken voor de flight simulator, om de zogenaamde toren, weet je, de communicatietoren. Ja. En dan zitten er drie in de cockpit. Uh-huh. En dan gaan ze een soort van crisissituatie situeren. Oh. En daar komen allerlei poppetjes naar voorschijn die je normaal helemaal niet verwacht in bepaalde crisismomenten. Het is echt super realistisch en het is super gaaf. En hij is dan een gedragsspecialist en die houdt het allemaal samen met zo'n paar, zitten ze dan met z'n drie of zo, houdt ze helemaal in de gaten. Dat is wel vet, want
dat heb je misschien niet gevonden van mij. Ik begeleid ook het Nederlands team autocoureurs. Dus de toekomstige Formule 1 rijders. Die begeleid ik. Jij zei net al, jij bent Formule 1 gek. Het aantal van die gasten die nu in Formule 3, Formule 4 zitten, die begeleid ik. En voor hun zou dat ook super interessant kunnen zijn. Want zij zitten natuurlijk letterlijk van, oké, vertrouwen in die auto. Maar het is wel wordt vervolgd. Zeker. Nou, we hebben een bedrijvenbezoek. We zouden hem vorige week hebben. Maar hij is verplaatst naar februari. Dan kunnen we met een aantal ondernemers gaan we kijken wat het allemaal doet. En geeft die man een uitleg hoe hij het doet. En dan kan je misschien boeken. Ja. Maar helemaal leuk. Hey, wat zijn de gevolgen van corona voor jou? Zowel privé als zakelijk? Nou, sowieso privé. Ik merk vooral dat een aantal mensen in mijn omgeving in de verkramping schieten. Dat merk ik privé. Terwijl dat ik zelf eigenlijk gewoon heel relaxed ben. En voor mij, weet je, ja, ik sport graag. En qua sociale, ik hoef niet naar de kroeg. Dus dat vind ik helemaal niet erg dat dat nu minder kan. En, dus ik ben heel graag in de natuur. Ik ben hier gewoon op mijn plek. Dus wat dat betreft niet. Maar ik merk wel dat een paar mensen gewoon heel zwart-wit denken. En dat vind ik zonde. Of zonde, iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik denk, we kunnen ook wel een beetje iets meer flexibeler zijn. En zakelijk. Nou ja, mijn lezingen gaan niet door. Maar dat is natuurlijk heel logisch. En dat is prima. Dus eigenlijk zakelijk. Ja, dat zijn gewoon nieuwe klanten op mijn pad gekomen. Dat ze juist nu aan de bak willen. En ik ga dadelijk Club 5211 lanceren. En dat vind ik wel heel vet. Ja, wat is dat? Want dat is een groep ondernemers die ik ga begeleiden. Mm-hmm. En dat is eigenlijk met drie verschillende dingen. Het is een mastermind. Daarmee gaan we de kracht van de groep inzetten om elkaar echt te supporteren. En mijn intentie is echt dat die groep na de periode dat we samen aan de slag zijn gaan, dat ze samen verder gaan. Persoonlijke één-op-één coaching. Dus zeg maar echt met hun persoonlijke ontwikkeling aan de slag gaan. Waar ik heel erg in geloof van, je hebt geen coach nodig. En je bent je eigen coach. En ik wil mensen de skills meegeven hoe jij bij jezelf eigenlijk door bepaalde, als je tegen je eigen plafond weer aanloopt. Hè, want ik geloof dat je loopt elke keer weer ergens dat je denkt, dit loopt niet helemaal soepel. Dat je dan nog makkelijk je eigen plafond kan doorbreken. En hoe je dit ook kan toepassen in je eigen organisatie. Zodat je dus uiteindelijk ook de beste leidinggevende bent voor je medewerkers. En ik ga andere experts uitnodigen voor masterclasses. Dat wordt een hele waardevolle. Gaaf. Ja, heel veel gaaf, ja. En ik ga dus met een paar live dagen aan de slag. Ja, daarbij zouden ze ook de koude aan moeten kunnen. Weet je, ik ga ze echt uit hun comfortzone laten komen. Want dat is gewoon waar ik in geloof, weet je. Kan het allemaal doorgaan met corona? Zoals ik het nu, rondom de huidige maatregelen kan het gewoon doorgaan. Dus het is wel mijn challenge ook om heel veel dingen online. Want ik geloof juist in het live contact. Maar gezien de intensiteit van het programma, ik zie echt een hele grote buis op het fietsen vliegen. Dat is echt super vet. Oh, mooi zeg. Die is heel mooi. Maar het is wel de uitdaging om dus nu de combinatie online en live te combineren. Maar het programma hoe ik hem live heb samengesteld, kan gewoon. Oké. Okay. Dus dat is, je weet niet wat de maatregelen over een maand zijn, hè? Hey, je bent een echte winnaar. Hoe ben jij als je verliest? Hoe ben ik als ik verlies? Er is een verschil, denk ik, tussen nu en toen ik tijdens mijn sportcarrière. Tijdens mijn sportcarrière was ik heel streng, boos, gefrustreerd. Gooide je met je fiets? Ik denk wel dat die momenten erbij hebben gezeten. Kan je met jou een spelletje Monopoly spelen? Jawel, maar ik ben wel vol voor de winst. En ik, weet je, maar nu tegenwoordig is het wel gewoon vrij relaxed. Want een van mijn motto's is, als je eigen spelregels bepaalt, win je altijd. En weet je, het gaat er niet om dat je veel geld verdient of dat je een hoge omzet haalt of een bepaalde prijs wint. En het was mijn doel met mijn boek om op die nummer 1 te komen bij managementboek. Of ik daar echt gelukkiger van werd. Nee, ja, ik vind het wel vet, maar het is niet zo. Dus het gaat erom dat je juist geniet van die reis ernaartoe. Dus als het nu niet was gelukt, had ik nog steeds genoten van die reis. En daar gaat het om. Ja. Ik doe elke maand al squashen. Mm-hmm. Maakt niet, weet je wel, ik ben een van de oudsten. Ja. Op eentje na. Het maakt niet uit, weet je wel, of ik nou win of verlies. Maar op het moment, als ik aan het spelen ben, ga ik liever dood dan dat ik verlies. Ja.
Ja, maar dat weet je, dan geef je alles. Juist. En dat is wel een stukje waarom ik zeg, high performance is onzin, peak performance, daar geloof ik juist in. Want als je dat iedere dag doet, dat je liever doodgaat dan dat je verliest, dan ben je op een gegeven moment figuurlijk dood, want dan heb je geen energie meer. Als je dat één keer per week doet, is dat prima. Ja. En dat is waar ik heel erg in geloof, weet je, je mag ergens naartoe werken en alles vergeven, maar daarna moet je ook wel ontspannen, bijdenken. En dat zei ik straks toen we bij mij thuis waren. Weet je, ik heb afgelopen periode wel iets rustiger aangedaan. Dat was ook gewoon nodig. En ik wilde gewoon bijtanken en weer de creativiteit laten stromen. En ik zie veel te veel mensen die altijd maar willen winnen. En ik denk dat je daar veel meer aan hebt. Dat je heel selectief naar een doel toe werkt. En dan eigenlijk recht op het doel afgaat. Ja, 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 duidelijk. Je kan natuurlijk ook niet elke dag een marathon lopen. Nee. Dan kan je ook maar één keer in de zoveel tijd. En daar train je ook naartoe. En dat, nou ja, dat is ook waar een boek over gaat. Weet je. Ik pak echt wel de termen vanuit sport. Die ga ik jou laten ervaren hoe je dat in toe kan passen in het dagelijks leven. Want je kan niet altijd volle bak trainen. Je moet ook rust nemen. En dat is belangrijk. Nou, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Waar gaat je boek eigenlijk over? Ja. Nou ja, hoe je moeiteloos al die ballen in de lucht kan houden. Hoe je zaken kan winnen zonder privé te verliezen. En ik, ja, dus wat ik net zei, die ervaring... En bedoel je dan met privé verliezen dat je je thuissituatie, dus je gezin, je dat familie, je nooit je meer vrienden... die kinderwagen in je auto laat liggen? Ah, dat is gemeen deze. Deze is gemeen. Ja. Deze is gemeen. Kim, als je luistert, dat doe je toch niet, maar als je luistert, sorry dat ik weer de kinderwagen in de auto heb laten liggen. En ik zit nu aan de andere kant van het land in een koud bos met een kinderwagen. Heel handig. Ja. Maar het zonnetje komt wel, hè? Zie je dat? Ja, ik zie het. Ja. Maar nee. En het kijk, is hier ook wel prachtig. Zonder privé te verliezen, wat ik daarmee bedoel is. Op het moment dat je business-wise of zakelijk wil scoren. Dan ga je vaak. Veel mensen die gaan dan harder werken. Waardoor ze of hun eigen gezondheid tekort doen. Of hun eigen rust, ontspanning tekort doen. Of dat ze hun relatie tekort doen. Of hun wat ze echt heel erg leuk vinden, dat ze dat geen tijd meer voor nemen om te sporten of andere hobby's. En juist dat is zo belangrijk. Uh-huh. Dat je juist je batterij blijft opladen en dat je voor een hoog energieniveau blijft zorgen. Uh-huh. En dat is één ding ook. Daar begin ik in mijn boek mee. Oké, hoe kan je voor een hoog energieniveau zorgen? Fysiek, mentaal. Hoe kan je snel energie tanken? Uh-huh. En ik wil mensen ook echt triggeren van, kom uit die comfortzone. Ga gewoon eens dingen doen. Ga eens in een koud bos zitten. Ja, nee, ga eens wel in een koud bos zitten. Ga eens ervaren. Voel eens wat dat met je lichaam doet. Dat is niet zo erg. Nee, bedoel, het is een mindset. Dus nu, vanaf nu ga ik gewoon zeggen, ik zit hier mooi in het zonnetje. Het is een warme mindset. Ja. Warm om me heen. Kijk, het zonnetje. Kijk, hier. Kou as we speak, komt hier het zonnetje. Ja. Kou is een emotie, zeggen ze toch? Ja, een emotie kun je uit. Ja, daarom. Ja. Nee, ik heb zelf, onlangs had ik een deadline, zeg maar. Moest ik eigenlijk op een bepaalde dag iets af hebben. Moest ik 's ochtends aanleveren. En... ik was de dag daarvoor, zeg maar, echt gewoon alleen maar bezig. En er kwam gewoon niks uit mijn handen. Ken je dat? Dat je dan de hele dag bezig bent en aan het einde van de dag heb je nog niet bereikt wat je moest bereiken. En toen zei ik tegen Kim, ja, ik moet vanavond nog aan de bak. Want anders kijk ik het niet af morgen. Ik zeg, en toch ga ik het niet doen. Yeah. En toen ben ik gaan wandelen 's avonds. En toen ben ik echt gewoon lekker kou inderdaad. Yeah. Want het was het regende en het stormde en het was niet fijn. Yeah. En ik ben toch gegaan. En de volgende ochtend om 5:00 dacht ik van, nou, daar heb ik nog 3 uur de tijd. En in 3 kwartier was ik klaar. Ja, maar dat is het, hè? Die peak performance. Ja, je mindset. Dat is precies wat ik mensen ook in weet. Je, dat je even je echt bewuste tijd neemt om op te laden. En vaak denk je in je hoofd dat je nog heel veel werk hebt. Maar vaak is het gewoon dat je zoveel ruis op de lijnen hebt. En zoveel hoef je niet te werken. En dat je dus zorgt dat je opgeladen bent om even te knallen. In plaats van dat je maar door blijft modderen en maar in die 6e versnelling blijft cruisen. Of misschien die 4e. En die 6e versnelling eigenlijk nooit vindt. En dat is wat ik mensen vooral wil uitdagen. Dat je ook gewoon kan opschakelen naar die 6e versnelling. Waarom ben je eigenlijk ondernemer geworden? Ik denk dat ik er altijd al was. Ja? Ja. Ja, als fietser? Ja, als fietser heb ik mijn eigen team neergezet. Dus daar heb ik heb gewoon gezorgd dat ik goed geld kon verdienen met mijn sport. 18-jarig meisje naar een sponsor toe? Ja. Dus dat vond ik. En toen heb ik na mijn tijdens mijn sportcarrière voelde ik al dat ik dit werk wilde doen. Maar ik had toch een beetje van, denk ja, wie ben ik? En ik wil graag mensen in het bedrijfsleven helpen. Maar wat weet ik van het bedrijfsleven? Dus toen heb ik 2 jaar ben ik gaan werken. Heb ik letterlijk gezegd, ga 2 jaar werken. En dan ga ik echt voor mezelf beginnen in de huidige vorm. Waar heb je gewerkt?
Ik heb een tijdje bij Shimano gewerkt. Dat is best wel een groot corporate organisatie. Het zijn schakelonderdelen van de fiets. En bij talent scouts als headhunter. En daar heb ik echt een korte tijd zoveel mensen, zoveel bedrijven leren kennen. Superleuke organisatie. Maar toen dacht ik, ja, nu is het tijd voor mezelf. En precies, ik had het gezegd, over 2 jaar. En toen, zeg maar, na 1,5 jaar kwam er een man naar mij toe die ik ooit een hartslagmeter had verkocht. En ik had enthousiast over mijn zienswijze, over mindset en over hoe jij je mind kan beïnvloeden, had ik verteld. En toen zei hij, of na 1,5 jaar belde hij mij terug van, Sanne, jij kent mij nu zeker wel niet. En hij heette Berry. Ik zei, wel, ik ken jou wel, want Berry, dat was zo'n echt een typische Berry. Ik zei, ja, hij zei, ik heb misschien een rare vraag, maar ik wilde jou gecoacht worden. Doe je dat? En ja, ik had net tegen mijn vriend gezegd, ik wil er wel iets meer mee gaan doen. En toen is het eigenlijk allemaal gaan rollen en is alles in een sneltreinvaart. Dat is je eerste klant. Ja. Ja, super vet. Dat is wel makkelijk natuurlijk. Of dan is het lekker beginnen ook. Ja. Met al 1 klant. Ja. Ja. Maar ik denk, weet je, omdat ik mezelf al zo had voorbereid, ik precies wist wat ik wilde, dat het toen ook tijd ervoor was. Ik zit even naar de metertjes te kijken of de wind niet te hard op de microfoontjes blaast. Ja, moet goed komen. Dus als jullie wat windgeruis horen, dat is Sanne de schuld, want zij wilde graag buiten zitten. Natuurlijk, natuurlijk. De motormijker zie langs vliegen. Ja, misschien zie je hem nog. Daar gaat hij. Ja. Hey, dus oké, okay, ondernemer geworden, dat wist je eigenlijk al heel lang. En eigenlijk op de fiets ben je eigenlijk ook al een soort ondernemer. Je moet gewoon, het is niet dat je in een loondienst zit. Nee. Ja, als ondernemer, je hebt je eigen sponsoren nodig. En dat is natuurlijk gewoon een stuk. Ook als je bij een team fietst? Nee, meestal heb je dan salaris. Maar vaak werkt hij toch nog met privé-sponsoren. Dus ja, weet je, als sporter zijn, weet je, je wil gewoon ervan kunnen leven. Dus dan moet je zelf van creatief zijn. Oké. Okay. Hey, je hebt toen ooit je eigen team gemaakt, omdat je graag, je zei Nederlands kampioen, totdat die sponsor tegen je zei van... Mocht maar als wereldkampioen, ga daar maar voor, ja. Zeg dat eerst maar eens en dan wil ik je misschien wel sponsoren. Ja. En toen is bij jou alles... omgedraaid, ja. Is het die mindset, is het dat dan? Ja. Weet je, we zijn onze eigen beperking. En ik geloof erin, en ook de luisteren als je nu aan het luisteren bent. En we zijn tot nog meer in staat dan dat we zelf denken. Mm-hmm. Maar je moet er wel daar zelf in geloven. Als jij jezelf niet gelooft, wie zal er dan wel in gaan geloven? En daar begint het mee. Dus het begint allemaal bij jezelf. Wat was je vraag? Heeft die man jou getriggerd om die mindset? En is daardoor voor jou je wereld opengegaan dat je echt die mindset zo belangrijk is? Ja. Dat je zegt, dat je het uitspreekt van ik ga dit bereiken, ik ga dit bereiken. Ja, zeker weten. Weet je wel, en doordat ik die mindset had gezet dat ik wereldkampioen wilde worden, ging ik voor mezelf ook creatiever. Maar stel voor dat ik wereldkampioen ga worden, wat heb ik daarvoor nodig? Dus mijn creatieve brein om daar te komen werd ook geactiveerd. En dat is gewoon heel erg vet. Ja, gaaf. Dus ik kan iedereen meegeven, ga groot dromen. En ben daarin serieus en spreek die vast uit. Dat is belangrijk. Ja. Hey, hoe zorg je voor een winstgevende routine? Dat is sowieso waarbij je dus ook gaat tijd neemt om aan die mindset te werken. Dus daarbij stilstaat, dat is denk ik heel erg belangrijk. Hoi. Hoi. Goeiedag. Dus een winstgevende routine is dat je uiteindelijk, zie het als bij een sporter, in zijn trainingsschema bepaalde dingen integreert, zodat hij uiteindelijk zijn sportprestatie verbetert. Een winstgevende routine is bij jou wat jij zei, hè, van in plaats van je denkt, oh, ik moet er veel doen om die deadline te halen, dat je juist dan even die rust neemt om de batterij op te laden, zodat je vervolgens kan knallen in plaats van dat je maar door blijft werken. Voor mij is een winstgevende routine ook echt mijn ochtendroutine. Wat doe ik in de ochtend? Ja, wat doe je dan? Niks. Nee, mijn winstgevende routine in de ochtend, ja, het bestaat uit veel niks doen. Weet je, ik ga echt even zitten schrijven. Ik wil het geen mediteren noemen, maar ik ga gewoon even zitten met mijn ogen dicht. Even voelen van hoe voel ik me? Wat heb ik vandaag nodig? Hoe ga ik vandaag het verschil maken? Ik heb vanochtend gewandeld, koud douchen. Ik heb een groene, bleekselderijsap vanochtend genomen. Lekker. Heerlijk. Het is niet zo lekker, maar ja, ik weet dat ik dat even nodig heb. Ik heb ook gelezen, dus ik heb echt al tijd voor mezelf genomen. En nou, dat neemt niemand mij vandaag meer af. Ja, ik heb juist zoiets van, als ik sta ook vaak tussen 5 en 6 op. Ja. En als ik dan ga werken, dan krijg ik zoveel gedaan. Jij, en dan heb ik de rest van de dag, kan ik me de hele dag lanten van. Ja, maar doe je dat dan ook? Ja.
Ja? Want vond je dan de rest? Nou ja, weet je wel, dan ben ik echt niet zo productief meer. Maar nee. Dan ga ik wel gesprekken aan, podcasts opnemen. Ja. Weet je wel, dit is tijdrovend en heel leuk om te doen. Ja. Dit is geen werk voor mij. Dit is gewoon echt leuk. Ja, snap. Hier haal ik energie uit. Ja, snap ik. Ja. En ga ik mensen bellen uit de community. Hoe is het met ze? Kan ik ze nog ergens mee helpen? Ja. En dat soort dingen. Ja, cool. Ja. Die eigenlijk heel veel tijd kosten. Ja. En als maar je aan het werk bent. Maar voor jezelf heb je dan niet. Nee, maar daar krijg ik wel de energie van. Ja, ja. Het is supergoed, hè. Wat ik zelf deed, ik heb mijn boek geschreven tussen 6 en 8:30. Dus, ochtends. Ja, ochtends. Dus ik stond 5:00 op. Alleen dat eerste uurtje voor mezelf. En dat uurtje was soms ook wel gewoon een 30 minuten. Maar dat ik even die focus bepaalde van die dag, hè. Dus waarmee ga ik het verschil maken vandaag? Ja. Even bij mezelf intunen, als het ware. Waar heb ik behoefte aan? Dus zeker ochtends die creativiteit. Ja, die focusuren gebruiken. Maar ik pakte ook even dat moment voor mezelf van ook wandelen en bewegen, weet je. Dat ik dat al heb gedaan. Dat ik gewoon vanuit de juiste energie op de dag al start. Ja. Dat is zo vet. Zeker. Ik ben het eigenlijk begonnen omdat ik graag wil lezen. Mm-hmm. Maar ik had er nooit tijd voor, weet je wel. Ja. Jonge kinderen thuis. Ja. Dus ik ben opgestaan om boeken te gaan lezen. En toen kwam ineens corona. Ja. En toen kwamen de kinderen thuis te zitten. Ja, dan moest je wel vroeg opstaan. Ja. Nou ja, dus is het lezen veranderd in werken. Toen merkte ik dus dat ik heel erg productief was. Ja, dus ja, nu klopt het lezen, is er wel weer bij ingeschoten. Ja, maar nou, misschien moet hij weer een beetje erin komen. Dan hoef je geen uur te lezen, maar een kwartier. Ja, maar ik lees zo langzaam. Ja? Ja. Ja, maar dat maakt toch niet uit. Het gaat erom, weet je, enjoy the ride. Het gaat erom dat je leest. Ik heb vanochtend ook gelezen, weet je. Gewoon 3 bladzijden, dat is boeiend. Ja. Het is een oordeel hoeveel je zou moeten lezen. Maar mijn vriendin heeft dit weekend, omdat ze was jarig, heeft ze een e-reader gekregen, zeg maar. Ja. En ik denk, ja, in die boeken is wel fijn, maar zo'n e-reader in bed, dat is makkelijk. Ja, dat is ook makkelijk. Ja. Of lekker wandelen en een boek luisteren. Ja, of auto rijden en boek luisteren. Ja. Ik ben 2 uur hierheen gereden. Ja. Om in de kou te zitten. Maakt het af, hè? Het lijkt alsof Dries het heel leuk vindt om hier bij mij te zijn. Wat denken jullie? Ja, houdt hij van om uit zijn comfortzone te komen? Volgens mij valt hier nog wel iets te trainen, Dries. Nee, anders had ik het niet gedaan. Toch? Met je eigen passie winnen. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? De energie volgen. En dat is een stukje. Als je eigen spelregels bepaalt, win je altijd. En dat je echt jezelf toestemming geeft om datgene te doen waar je energie van krijgt. En dat zeg je net al, van daar krijg ik energie van, dus vooral blijven doen. Maar ook de vraag die ik heel vaak stel, van hoe kan je het nog meer op jouw manier doen? Dus dat je gaat kijken van, want voor heel veel mensen is dat een ver weg van een bedshow, van hoe kan ik alleen maar datgene doen waar ik energie van krijg? Maar ook al wat je nu aan het doen bent, hoe kan je misschien jouw sausje overgieten? En uiteindelijk, daarmee, als je dat gaat doen en die energie gaat volgen, en ook hebt ervaren van als je dat doet, dat je daar, dat je daar zelf blij van wordt, je klant er blij van wordt, of de mensen waar je mee samenwerkt, dan gaat het soort van stromen. Alleen veel mensen blijven in die automatische piloot zitten. Nou, ik heb vanmorgen een podcast zitten luisteren van je. En daar had je het over negatieve energie. En dat zit vaak in mensen. Ja. In andere personen of in je contacten. Ja. En die moet je eigenlijk als een soort Loslaten of niet minder aandacht aan geven. En soms zeggen mensen, dan moet je dat letterlijk zeggen of afscheid van nemen. Maar ik geloof erin, met bepaalde relaties, sommige mensen die kosten een bepaalde periode iets meer minder energie. En ik denk dan dat het belangrijk is dat je daar minder tijd en aandacht aan geeft. Om vervolgens weer een keer bij elkaar terecht te komen als je elkaar wel nodig hebt. Maar we blijven veel te vaak in dat cirkeltje hangen van, we moeten zo vaak contact hebben met die vrienden. Of ik spreek die eigenlijk altijd. Maar dat werkt juist averechts. Ik kan mezelf nog herinneren dat ik dat is echt heel lang geleden, maar dat ik uit school kwam, een goede schoolvriend dan overgehouden en altijd feesten en weet ik veel wat. En daarna gingen we allebei aan het werk en dan hoorden we, dan belde ik hem wel eens op en hij belde mij nooit. En als hij me dan belde, dan zat hij altijd in de shit. Ja. Weet je wel? En na een jaar of 3 heb ik gezegd van, bel me maar eens een keertje als het goed met je gaat. Ja. Flikker nu maar een keer op. Ja. Nou, het was heel erg beledigd en ik heb hem nooit meer gehoord. Nee, maar dat is het. Hè. Weet je, omdat hij dan zoveel energie kost en je hebt dat aangegeven. Of je had misschien de telefoon niet meer op hoeven te nemen of wat dan ook. Maar uiteindelijk kost dat alleen maar energie. En ik heb dat pas van de week nog naar iemand uitgesproken. Van iemand die vond dat hij een bepaalde mening aan mij moest geven, ongevraagd.
En dat had ik geaccepteerd. Maar daarna voelde ik van, joh, jij gaat echt over een grens mee. Als je over een grens heen, als je me ongevraagde mening geeft. Ik bedoel, die belt me op om een mening te delen. Toen dacht ik daarna, dat vind ik niet oké. Dat iemand bij mij binnenkomt, een mening geeft en vervolgens weggaat. En verder ook echt in discussie gaan dat u mij over moest overtuigen van die mening. En toen heb ik vervolgens een week later opgebeld. Heb ik verteld van, joh, weet je, heb je wel ervaren wat dat met mij gedaan heeft? Dat je mij gebeld. Ik vind het prima dat je een mening hebt. Dat we een andere mening hebben is ook prima. Maar je hoeft niet een ongezouten mening aan iemand te geven of te ontvangen, weet je. Ja, nee, ik help dan sommige bedrijven en dan zeg ik wel eens, ik geef gevraagd en ongevraagd advies. Ja. Weet je, als het vraag is, is het natuurlijk makkelijk. Ja. Maar soms zeg ik ook van, hé jongens, ik zou dit of dit doen. Of, ja. Maar dan is altijd opbouwend. Hoor je ervoor door ingeschakeld? Nou, niet als het ongevraagd is. Nee, maar als het ongevraagd is, weet je, jij wordt ervoor ingehuurd. Ja. Maar in mijn geval was het gewoon iemand uit mijn vrienden- en familiekring die mij dus iets kwam mededelen. Ja. Ik denk, ja, als je daarom vraagt, als ik daar om had gevraagd, is dat prima. Maar als ik er niet om vraag. Hoe vaak heb jij niet te horen gekregen vanuit van je ouders of van je naaste familie? Blijf je niet lekker bij Shimano? Dat is een groot bedrijf, ja. Heel veel geld, zekerheid. Nou, toen. Ondertussen waren mijn ouders op dat moment dat al gewend van mij, zeg maar. Oh, okay. Dit mijn manier van leven is. Maar wel bijvoorbeeld met mijn sportcarrière. Van Sanne, waarom ga je niet naar een verjaardag? Of Sanne, je bent egoïstisch dat je altijd voor jezelf kiest. Of weet je wel, als topsporter moet je echt je eigen pad kiezen. En je eigen grenzen aangeven. Daar heb ik superveel last van gehad. En dat is, of last. Ik heb dat al op heel jonge leeftijd mogen trainen. Want denk je, als ik dat doel heb, moest ik selectief zijn in mijn vriendenkring. Want ik had niet meer voor iedereen tijd. En als iemand mij negatieve energie gaf. Ja, weet je wel, als ik net... met iemand heb gesproken die me energie kostte, dan fiets ik minder hard. Ja. Echt, dat voel je letterlijk. Dus als sporter heb ik dat al zo geleerd. En ja, ondertussen mijn ouders weten dat. Dus toen ik stopte bij Shimano, zei ze, groot gelijk heb je meid. Okay. Dus dat is vet dat ook verandert. Ja, dat is vet. Maar hoe ging je daarmee om dan? Mensen die wel je ouders dan niet, maar je hebt best wel mensen. Als ik, zeg maar, weet je wel, in mijn familie, kenniskring. En hoor ik best wel, ja, nou, blijf bij die baas werken, man. Dan heb je lekker een beetje geld. En ik denk, ja, maar ik word doodongelukkig. Ja. Die eikel van die baas, die wilde de klok. Is die wel van deze tijd? Ja. Ja, maar hoe je dan met die mensen omgaat? Of wat? Nee, dat is dan mijn gevoel. Ja. Weet je wel, iemand die mij laat klokken, die snapt de wereld niet. Nee, en daar werk ik voor. Waar, en dan word ik doodongelukkig van. Waarom ga ik niet gewoon? Nee. Ja, en dat is denk ik gewoon dat het superbelangrijk is dat we onszelf serieus nemen. Van wat past bij jou en wat werkt voor jou? En sowieso. Kijk, als wij nu een andere mening hebben, wil niet zeggen dat ik jou niet aardig vind. Nee, dat zeker. En veel mensen die koppelen dat niet los. Weet je wel, want ik vind dat gewoon heel tof dat je gewoon andere zienswijzen voor bepaalde dingen kan hebben. Maar je kan wel gewoon, ja, gewoon een goede band met elkaar hebben. Ja, ja, ja. Ik vind dat zo mooi in de politiek. Dat ze elkaar vol in debat gaan en dan daarna zijn het zogenaamd weer vriendjes. Ja. Tenminste, zo doen ze het overkant. Ja. Hoe ga je om met tegenslag? Ik ben even meteen nadenken wat mijn laatste tegenslag is. Heb je nooit? Nou ja, zo ervaar ik ze dus niet. Dus dat is... Het zijn geen tegenslagen, het zijn leermomenten. Ja, het zijn leermomenten. Kijk, ja, tegenslagen kunnen natuurlijk ook zijn vervelende verliezen. Ja. Of ja, dan kan je zeggen, het hoort erbij. Ik heb eigenlijk altijd het gevoel van, het komt wel goed. Pindakaas. En soms gebeuren dingen omdat ze moeten gebeuren. Oh nee, dat is geen pindakaas. Wat zeg je? Nee, ik zat het komt wel goed, schatje. Dat is van die soepreclame. Oké, okay. Die ken ik niet. Het komt wel goed, schatje. Komt wel goed. Ja, maar dat denk ik dat er heel veel dingen van... En veel dingen... Ik geloof ook in dat veel dingen gebeuren met een reden. En het was wel grappig met onze afspraak. Ik had eigenlijk een dubbele afspraak gepland. Oh. Kwam ik achter. Gisteravond. Daarom dat ik je ook heb. Hoe lang duurt het? En toen zei ik niet tegen mijn vriend, hoe ga ik dat oplossen? Ik heb een dubbele afspraak gepland. En toen appte ik degene met wie ik dacht dat ik of om 10 uur ook een afspraak had. Toen zei hij, bij mij staat hij om 1 uur in de agenda. Oh? Nou, opgelost. Dikke prima. Ja. En dat vond ik dus super mooi. Ja. Zo valt het allemaal weer op zijn plaats. Dat het zo op zijn plaats valt. Ja. Ja. En dat is denk ik ook van, het komt heel vaak goed. En wat kan je ervan leren? Wat kan je ervan meenemen? Dus van, zorg ervoor dat je niet in die shit blijft zitten, maar dat je eventjes als een helikopter boven gaat hangen.
Ja, bij mij gaat het werkt dat juist altijd, weet je wel. Drie weken geleden mijn eerste borrel gehad. Mijn eerste netwerkborrel was eigenlijk een succes. Ik word gelijk de dag daarna, de weken daarna, zeg maar, gebeld door mensen. Van, goh, wat gaaf, kan ik ook lid worden? Of wanneer is je volgende borrel? Ja. Weet je wel? Dus ik kreeg daar onwijs veel energie van. En toen kwam Rutte van, bam, ja. Evenementen afgedast. Dit, bam, ja. Bam, bam. Ja. En toen zat ik s'avonds helemaal kut. En balen. Ja. En de volgende dag bel ik mijn compagnon op en ik zeg tegen hem van... joh, we gaan wandelen en we gaan mensen bier opsturen en dan gaan we een livestream. En dan gaan we zorg ik dat die gozer wat vertelt over bier. En dan, weet je wel? Ja, gewoon creatief. Ja, dat soort dingen. En ik heb inmiddels al 100 paraplu's besteld voor als we gaan wandelen in de zijkregen. Dat we in ieder geval droog lopen. Ja, leuk man. Ja, dus maar dat is het, weet je wel. Je mag even balen. Maar geef je dan max 24 uur voor om te balen. En dan, weet je... Sta jezelf, geef jezelf de toestemming om creatief te zijn. Want er is overal wel een oplossing voor. Ja. En vooral in de huidige tijd, weet je. Ik had dat ook. Ik heb mijn eigen event gehad. Dacht je, eetje, wat gaat hiermee gebeuren? En ik echt loslaten, komt wel goed. En het komt ook goed. Ja, zo makkelijk soms? Ja, het is net hoe druk jij er zelf over maakt. Ja. Ik heb vanmorgen ook die podcast zitten luisteren met, hoe heet ze ook alweer? Oh ja, Lorraine Westerink. Lorraine Westerink. Ja. Met over, ik vond het soms wel wat zweverig. Ja, snap ik. En vooral toen ze over die fietssleutel begon, toen had ik echt zoiets, toen haakte ik helemaal af. En ik denk, nee, ja, die hebben... Gewoon even die podcast luisteren. Ja. Ze zegt dus gewoon, ze was de autosleutels kwijt. Het zou toch niet gebeuren dat je je tweede ook nog kwijtraakt. En... Die raakte ze kwijt. Die raakte ze kwijt en dan gingen ze wandelen met de hele buurt. En heel de buurt was aan het zoeken. En toevallig deed ze de hand uit en ze had hem gevonden. Ja. Nou ja, voor mij hebben ze hem zelf neergelegd, dacht ik. weet je, het is... ik kan me voorstellen met die podcast dat er iets te zweven is. Nee, ik was er niet bij, maar zoals ze het vertelt, ik kom het er heel lullig op. Maar het is wel... We zijn met onze mindset veel meer in staat. Dus hoe jij... Hè, van op... Maar hoe noem je dat nou? Amfi? Nee? Ze zegt van, hoe noem je dat nou? Continu, je moet niet vragen of je moet niet... Affirmeren. Ja, dus dat je als het ware jezelf in een bepaalde state of mind zet. Dus waarom is vandaag geen mooi weer vandaag? Of waarom is het mooi weer vandaag? Waarom heb ik 250.000 euro omzet? Ja. Dat is haar vraag. Ja, waarom heb ik de liefde van mijn leven gevonden? Of waarom heb ik zoveel liefde? Ja. Waarom heb ik gewoon de tofste klanten? Ook al heb je dat nog niet, moet je dat toch al zo stellen? Ja, dat het wel zo is. Weet je, dan sta je... Ja, dat is... Weet je, dan kom je in die state of mind. Als ik zelf nooit had geloofd dat ik ging winnen... of dat ik wereldkampioen ging worden... zou ik het nooit zijn geworden. Oké. Okay. Wie is jouw grote voorbeeld in alles wat je tot nu toe doet? Mijn oma. Je oma. Leeft ze nog? Ja. Ja, ik wil eigenlijk met haar een podcast opnemen. Zou je dan ook gewoon... Want ik heb wel eens... weet je wel, dat ik denk van... ben ik bezig met mijn bedrijf en dan kom ik er niet uit... en dan ga ik even... denken, hoe zou Bill Gates dit oplossen? Oh, ja. Of hoe zou Mark Rutte dit oplossen? Of hoe zou... Zou ik niet over nadenken, of hoe Sanne van Paas dit oplossen? Weet je, nee, maar gewoon weet je, wat ik denk, wat erbij hoort. Weet je? Als het iets politieks is, dan zou ik daar wel Mark Rutte voor denken. Ja. En, ja, ik doe dat heel vaak ook, weet je. Gewoon, hoe zou die en die dat oplossen? Maar mijn oma vind ik gewoon eigenlijk wel heel erg de boodschap ook wel van altijd van... Ja, we denken altijd dat er meer, zeg maar, groter gaat. En mijn oma, het is een super fitte vrouw, geniet van het leven, van de kleine dingen. Ook altijd in het bos? Mijn oma is veel buiten. Ja, is echt een hele mooie vrouw om te zien. Ja, en ik... Hoe oud is ze? 85 of 86. Zo. Ja. Super fit. En denk ik, ja, maar weet je, waar maken we, als je dan over tegenslagen, waar maken we onszelf druk over? Ja. Het gaat niet om die grote dingen, het gaat om die kleine dingen. Zeker weten. Is het eigenlijk allemaal NLP waar je mee bezig bent? Ja, weet je, het is, ik zei straks al, NLP, ja, ik heb er ooit natuurlijk wel van gehoord of van gelezen, maar ik heb nooit een NLP-opleiding gedaan. Dus volgens mij is het geen NLP waar ik allemaal mee bezig ben. Er zullen misschien pas wel raakvlakken in zitten, maar dat weet ik dus niet. Het is de SVP. Het is SVP, ja. Nee, maar van Paas. Ja, maar het is wel vooral vanuit je eigen gevoel. Ik gebruik een stukje topsportmentaliteit met het luisteren naar je gevoel. Hè. Ik laat mensen ook echt gewoon weer terug naar die kern gaan, naar ook hun eigen gevoel.
Van wat wel, waar word je nu echt blij van? Nou, weet je, om daarmee aan de slag te gaan, dat vind ik tof. Ontdekken wat de basis is voor meer succes. Ja, dat is het stukje. Weet je wel, ik kom uit de duursport. Dan heb je een hele goede basisconditie nodig om dat te kunnen doen. En dat zie ik heel veel gebeuren in het dagelijks leven. We zijn allemaal aan het rennen, aan het pieken. Maar die basis vergeten we. Nou, en die basis, zoals we straks wel even over hadden, een hoog energieniveau is de basis tot succes. Je kan fysiek energie tanken, goed slapen, ontspannen, gezond eten. Maar ook mentaal energie tanken. Dus echt kappen met datgene te blijven doen wat je energie kost. Of om aan die mensen te blijven hangen die je energie kosten. En om bewust in die state of mind te komen. Jezelf daar toestemming voor geven om vanuit die goede energie in het leven te staan. Dat is super belangrijk. Oké, gaaf. Ik dacht heel anders over. Ik heb René Zaalverberg geïnterviewd. Hij is 10 jaar lang directeur McDonald's Nederland geweest. In die periode dat ze zeg maar van 20 filialen naar 100 filialen zijn gegaan. En Bert Mientjens. Hij is een van de grootste investeerders van Nederland. En hun zijn er allebei aan het begin van de coronacrisis. Nu moet je terug naar je basis met je bedrijf. Ja. Nu is het zo belangrijk. Wat zijn je kernwaarden? Waar gaat het om? Ja. Waar draait het om? Wat is je passie? Ja. Ja. Maar eigenlijk is hetzelfde. Want het is eigenlijk naar de basis van jezelf. Ik zeg eigenlijk van eigenlijk dat je eigenlijk gaat doen waar je energie van krijgt. Dus naar de basis van jezelf. Wat is voor jezelf belangrijk? En of je het nou business-wise, maar ook voor jezelf persoonlijk. Dat zie ik dus ook van je, weet je, doe je echt waar je gelukkig van wordt. Doe jij echt waar je energie van krijgt. Past dat nog steeds? Nou, en daar echt eerlijk naar zijn. Dat is in mijn ogen de basis om te groeien. Zeker weten. Hey, wat is jouw doel als ondernemer? Vooral dat ik zelf het mooiste leven mag leiden. Dit is vooral mijn... Voor je eigen geluk. Nou ja, combinatie. Ik geloof erin als ik gelukkig ben dat ik andere mensen gelukkiger kan maken. Dus het klinkt natuurlijk wel een soort van egoïstisch. Maar het is juist volgens mij als ondernemer super belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Dus dat ik mijn leven kan leven op mijn randvoorwaarden. En als ik dat doe, dan kan ik het meest geven in mijn business. Maar als je dan business-wise gaat kijken van wat is het doel voor mij als ondernemer. Is, weet je, ik wil gewoon dat het een way of life wordt. Het stukje die peak performance waar we het over hebben. Dat je ook het luisteren naar je gevoel nog meer kan integreren in je business en leven. Nou, dat is echt mijn missie om te doen. Oké. Okay. Heb je al een doelstelling voor 2021? Ja, dan is mijn... Ik ben bezig met het ontwikkelen van een opleiding. Dan staat die. Dus dat is 2021. En dan stel je jezelf de vraag, waarom heb ik de perfecte opleiding? Ja. Ja, waarom komen mensen naar mij toe? Kijk dan. Waarom willen mensen met mij samenwerken? Ja. Nou ja, dat is wel het stukje. Ja. Nou, dat snap ik al. Ja, dat snap je al. Waarom dan? Nou, je zet ze in de kou en toch blijf ik zitten. Dus. Yeah. wat maakt het dat je hier blijft zitten? Ja. Dat zal wel toch het goede gesprek zijn, toch? Ja. Kijk. Hoi. Leuk, hè? Ja. Hey, wat is je doelstelling voor 2026? Over 5 jaar? Ja, kijk, dat is 5,5 jaar zelfs. Nee, nog maar 2 maanden zit het einde van het jaar. Nou ja, zo voelt dat niet. Maar dat is wel zo. Nou, kijk, wij zitten hier in de bossen. Als de podcast uitkomt. Oh ja, dat is waar. Wij zitten hier in de bossen. Dan wil ik je eigen bos. Sterker nog, ik heb mijn eigen bos. Zijn we net langs gereden. Oh. Dus ik heb mijn eigen bos. Dan ben ik bezig met een vergunningstraject. En daar wil ik zeg maar, mijn eigen opleidingsinstituut hebben. Is dat geheime project waar je mee bezig bent? Wat ik in je podcast hoor. Ja. Dus dat ben je nu al stiekem aan het onthullen? Ja, dus dat doe ik alleen maar in andermans podcast. Niet in mijn eigen podcast. Oké. Nee, ik heb een... Ik ben al met de gemeente ik bezig. Ik zal er niet over beginnen, want maar, het is geheim. Okay. Nee, ja, het is Het is super vet. Ja, maar ik wil dus eigenlijk een eigen opleidingsinstituut of een plek in de bossen waar mensen kunnen komen. Waar je, weet je, eigenlijk gaat alles erom, hè, met die basis terug naar jezelf gaan. Waar je ook heaters hebt waar je er gewoon lekker buiten kan zitten, maar toch warm. Nou ja, gewoon of allemaal een huisje van heel veel glas. Dus dan hoef je niet buiten te zitten om dat gevoel te hebben. Maar eigenlijk gaat alles om terug te komen naar jezelf. En dat is ook een stukje terugkomen naar de natuur, weet je. Voelen waarom je leeft en... Ik denk dat we allemaal veel te ver weg staan van de natuur. En ik blijf toch dat boerenmeisje die gewoon graag buiten wil zijn. Anders zitten we natuurlijk niet hier. Dus, Zo heb ik ooit wel eens terug naar jezelf een cursus remanciperen. Was dat? Remanciperen?
Nou, als klein jongetje, dan word je eerst als jongen, hè, dan praat je over mannen en jongen. Dan word je eerst door je moeder, word je helemaal 4 jaar lang totdat je naar school gaat, word je... je moet allemaal dingen doen en je moet zitten plassen en oh ja. Je mag geen man zijn eigenlijk. En ja. Daarna doet je kleuterjuf, die gaat er nog vrolijk mee verder, ja. 2 jaar aan de haal. En daarna tot aan de lagere school word je eigenlijk gewoon ontmand, zeg maar, ja, als man zijnde. Ja. Ja. En dus moet je als cursus re-emanciperen. Dus hoe word je weer... Re-emanciperen, oké. Okay. Ja, ja, okay. Hoe word je weer een vent? Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Een botte hork. Ja, een botte hork, oké. Okay. Is goed gelukt. Dank je. en over 10 jaar? Oh, mooie vraag. Ik hou van grote dromen. Oké, okay. Over 10 jaar. Grote dromen? Ah, kijk, daar heb ik ook van. Daar heb ik nog niet over nagedacht, maar ik ga het nu doen. Live on the spot. Ja, live on the spot. Nou, ik voel gewoon dat ik heel veel met opleiding mag doen. Groepen, daar krijg ik gewoon heel veel energie van. Dus dat ik ook een traineeship heb ontwikkeld die voor ondernemers is. Opleidingsprogramma ook voor trainees in het bedrijfsleven. Daar denk ik dat al weer eerder is gebeurd. Vastgoed. Het wordt in één keer heel donker. Vastgoed. En vooral gewoon misschien nog wel 3 boeken geschreven ondertussen. Een grote podcast show. Gewoon alleen maar vette dingen. Gaaf. En nog een paar huisjes in de bossen. Ja? Ja. Gewoon boshuisjes. Hebben. Gewoon, vind ik mooi. Materialistisch. Nee, daar word ik gewoon blij van. Toen hoef ik mijn eigen huis niet meer. Wat zeg? Van huizen. Ja, van bossen. Maar jij hebt al een eigen bos. Ja, dat is waar. Maar ik kom huis in het bos. Oké. Okay. Hey, coachen en de toekomst, hoe ziet dat eruit? Die combinatie. Ja? Gaat er veel veranderen? Ja, maar ik noem me niet echt een coach, ik ben vooral Sanne. Peak performance coach noem je jezelf. Ja, dat is dus, waar. Je spreekt jezelf heel erg tegen. Maar mijn allerlaatste podcast was van, wat doe ik? Ik ben gewoon vooral mezelf. Dus wat gaat er in de toekomst veranderen? Ja, je kan me voorstellen, je weet natuurlijk niet wat er met corona gaat gebeuren, maar we worden het allemaal meer online of... Ik denk dat wij allemaal blijf je heel erg... altijd toch wel lekker de bos ingaan. Ik denk dat we daarvan blijven hunkeren om live bij elkaar aanwezig te zijn. Ja. Ik zal een stukje online gaan doen, maar live is het allerbeste. Dat hebben wij gewoon nodig. Ik denk het ook. Hey, voordat we naar het vaste vragenrondje gaan, ik denk of wil je nog wat kwijt? Nee? Maar ik vind het gezellig. Nou, mooi. Ik ook, ondanks ik dit best wel koud. Nee, ik klaag te veel, hè? Je hebt koude handen. Hoe is die helemaal wit? Ja. Wij zijn helemaal rood. Ja, moet je zien, dat is een groot verschil. Zeker. Komt dat? Dat weet ik niet. Ik ook niet. Ik ga er zo een foto van maken. Ja. Hey, we hadden gezegd dat mensen je boek konden winnen. Ja. Een gesigneerde. Mm-hmm. Hoe gaan ze dat doen? Ja, jij maakt een toffe LinkedIn-post. Ja? En daar moet ze een leuke reactie achterlaten. En misschien wel iemand taggen die voor wie deze podcast ook waardevol gaat zijn. Zeker. Tof. Hey, wat ik dan ook nog wil vragen aan jullie luisteraars en aan jou. Om een leuke review te schrijven van het e-commerce café. Want daar help je mij enorm mee. Als ik jouw podcast luister, dan roep jij ze altijd op om je te taggen en een fotootje te maken, ja, van de podcast. En dan denk ik, dat is best lastig. Ja. Ik zeg, je moet altijd de podcast luisteren als je aan het wandelen of aan het fietsen bent. En maak dan even een foto waar je bent en tag me even. Oh ja, nou dat mag ook. Ja. Tag mij dan of het e-commerce kan mee. En mij ook even. En Sanne ook natuurlijk. Maar vooral een review achterlaten op iTunes, daar ben ik heel blij mee. Want dan weet ik precies wat ik goed doe en wat ik fout doe. En of die nou goed is of slecht is. Ja. Nou, ik heb alleen maar leuke luisteraars, dus ik verwacht ook leuke reviews. Ja, dus, daarom. Ja, toch? Ja, top. Oké. Vergeet LinkedIn niet en dan maak je kans op het boek van Sanne. En wat zeker een aanrader is. Dan gaan we het vaste vragenrondje, Sanne. Nou, kom maar op. Ja. Ja, als je wel eens een podcast van me geluisterd hebt, dan weet je wat je kan verwachten. Ik heb het zover niet geluisterd, ik ben heel benieuwd. Het is wel echt een verrassing. Nou, zo spannend is het niet, hoor. Als mensen contact met je op willen nemen naar aanleiding van deze podcast. 1, mag dat? En 2, hoe doen ze dat dan? Natuurlijk, dat vind ik gezellig. Je kan gewoon een berichtje sturen, zeg maar, op LinkedIn. En onder mijn naam, Sanne van Paassen en Paassen met dubbel A-dubbel-S, dan vind je mij op LinkedIn. Of via mijn website, dat is heel simpel, www.standenverpaas.nl. Kijk, makkelijk, hè? Ja. Hoeveel is genoeg?
Hoeveel is genoeg? 4 bungalows in de bossen. Nee, nu is dat genoeg. Dus ik ben... Ja, je hebt je eigen bos. Ik heb een bos, ja. Nee, maar dat ik gewoon dankbaar ben voor wat ik mag doen. Dus, en dat ik geniet van de dag. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En ik geloof dat dat de basis is voor alles wat je meer mag kunnen creëren. Oké. Okay. Wat is jouw favoriete podcast? Als ik heel eerlijk ben op dit moment, heb ik... Omdat ik mijn boeken heb, is het natuurlijk 1 juli uitgekomen. En sinds die tijd, nee, dat is voor mij echt een piekmoment geweest. En daarna had ik echt een soort van informatie. Stop. Ja, dat echt, ik wilde zelf niet meer schrijven, maar ik wilde ook niet andere boeken lezen. Ik wilde ook niet. En dat begint nu weer een beetje te komen. Maar ik heb nog geen favoriete podcast op dit moment. Nee. Kijk dan. Het is wel bijzonder, hè, dat dat zo werkt. Dat je gewoon af en toe. Ja, jouw podcast natuurlijk. Hint, hint. Het e-commerce café natuurlijk. Hè? Ja. Wat is jouw laatst gelezen managementboek? Of doe je een Trumpje? Mijn eigen boek. Nou ja, dat wilde ik dus bijna zeggen. Ja, het is mijn eigen boek. Maar ja, precies met het verhaal wat jij net hebt. En de laatste boeken die ik heb gelezen gaan dus over mijn familieopstelling. Omdat ik daar nu mee bezig ben. Is dat een managementboek? Ja, soort van. Hè? Ja, of hoort er bij je opleiding? Ja, maar het is ook wel puur interesse. Het is niet zo stom opleiding. Ik vind het is gewoon super mijn passie. Ja. Oké, wat is het best gelezen managementboek ooit? Voor mij? Ja, anders ben je geen ondernemer. Think and Grow Rich. Ja? Ja, vind ik wel echt goed. Damon Hill? Napoleon Hill. Napoleon Hill. Ja, Damon Hill was een Formule 1 coureur. Oh, ja. Toch? Ja, ik weet niet of je het weet, maar ik wil iedereen erover na laten denken, aangezien dat dit een e-commerce café is. Hoe maken we e-commerce met z'n allen een beetje duurzamer? Duurzamer? Oh ja? En dat is jouw vraag. Ja? Aan jou? Oh, dat is wel mooi. E-commerce, duurzamer. Ja, nou, daar had ik het gisteren toevallig nog over met een vriend van mij. Hoe toevallig? Hij had bij Amazon 3 pakketjes besteld en dan komen we 3 dagen achter elkaar. Want geen vrachtwagen in de straat. Ja. En je denkt, oké, hier, dit is echt niet duurzaam. En ik zou eigenlijk wel willen, vooral als er dus voor de grotere bedrijven, waarbij je dus verschillende pakketjes, verschillende leveranciers of verschillende dropshipmentpartijen, dat je gewoon kan aangeven van, heeft het haast? Want ze doen allemaal, gisteren stond Coolblue bij mij aan de deur. Mijn vriend had om 10 uur iets besteld, stond op zondag, kwamen ze dat brengen. Ja. Had van ons niet hoeven. Laat die man gewoon op zondag gewoon lekker vrij zijn. Maar omdat hun binnen 24 uur willen leveren, komen ze bij ons. Dat vind ik echt niet duurzaam. Nee. Dus ja, ik zou gewoon zeggen van ja, laat ze gewoon aangeven. Als ze toch in de straat komen, bezorg het. Ja. Ja, weet je wel, laten we gewoon zo een beetje de wereld mooier maken. In plaats van die service voor de klant. Ik denk dat best wel mensen gewoon mee willen denken dat er gewoon minder gereden gaat worden. Of, en bestel je wel eens wat op Ali? Nee, dat vind ik niet, duurzaam. Nee, ja? Okay. Nee. Dus iets van 2 euro besteld op Ali en dan dat het 10.000 kilometer moet overvallen. Nee, ongeveer is het. Ik ben echt, weet je al, ik heb nu mijn event en daar heb ik ook gewoon notitieboekjes gekocht die echt gerecycled materiaal zijn. En ik denk daar echt aan mee. Okay. Hoe lang draag jij een spijkerbroek voordat je hem de was in doet? Mooi, dat is ook wel duurzaamheid. Ja, ik best lang, denk ik. Vind ik. Ja, 3 keer of 4 keer? Dat is niet zo lang, hè? Nee? Hoe lang doe jij dan? Ik dacht dat er een vlek op zit. Tot er een vlek op zit. Dus ja, maar bij mij zit er heel snel een vlek op. Ja, maar ik heb 2 jonge kinderen, dus voor mij gaat het ook wel zo hard. Nee. Maar het gebeurt ook wel eens dat hij 2 weken aan mijn haakje hangt. Dat ik hem 2 weken... Nou. Ja. En ze zeggen dat je spijkerbroek nooit moet wassen. Oh ja. Wie zou mijn volgende gast moeten zijn? Dat is een mooie vraag. Sabine van der Hulst. Sabine van der Hulst. En waarom? Sabine, omdat ze gewoon een goede vriendin van mij is. Een heel leuk gesprek. Maar wat voor waarde ze toekomt? Moet ik dan weer naar het dorp komen en in de kou zitten? Nee, want dan ben je langs gereden. Oh. Ik kan misschien wel zorgen dat je op de terugweg langs bij haar meteen kan interviewen. Nee, zij woont, zit met haar kantoor in Raamsdonkveer. Dat is verschil van uur rijden. Zeker. En zij is heel goed in money mindset. Money mindset? Money mindset. Gaaf. Dat is super, super waardevol natuurlijk. En dat is ook, heeft ook al een stukje mee te maken van je bent datgene wat je zelf wijs maakt. Als je overtuigd bent van een dubbeltje kan je niet voor een, hoe wat is die uitspraak?
in ieder geval op de eerste rang zitten. Ja, maar ik bedoel ook eigenlijk van als je een kwartje bent, word je geen gulden waard. Oh, ja, als je dat van jezelf overtuigd bent, dan is dat niet zo. Ja. Maar als je dat wel overtuigd bent dat je wel gewoon een gulden kan zijn, of nog meer, weet je, dan ga je dat ook waard zijn. Ja. En daar is zij heel goed in. Dus dat is denk ik wel heel waardevol voor de luisteraars. Leuk, gaan we zeker doen. Wil je nog ergens op terugkomen? Ja, of die warme chocola met rum. Mag dat niet na het wandelen? Jawel. Dan moet je zo gaan drinken. Ja, daar heb je ook wel trek in. Ja. Ik vond het leuk, Sanne. Mooi, dankjewel. En ik denk dat het inspirerend genoeg was voor de luisteraars. Ja. En ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. En ik hoop dat ze het genoten hebben van deze mooie natuurlijke omgeving. Ik vond het leuk om te doen zo. Ik hoop dat het te luisteren is voor de luisteraars. Dat het niet te veel windgeruis was. Maar fuck it, ik vond het leuk. Zo is dat, fuck it. Zeg maar aan. Dankjewel. Alsjeblieft. Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen. En schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar ecommercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende. En tot die tijd, lekker veel online verkopen.